En dan hoop dat mensen die gruwelijke boeken gelezen hebben, nadien ook echt wangedrag gaan vertonen, waarna je kan zeggen van ja, je wordt echt slechter van het lezen van boeken. Kan literatuur gevaarlijk zijn? Antwoord ja. Kan lezen gevaarlijk zijn? De Universiteit van Nederland presenteert letterkundige professor Dr. Geert Bulens. Hallo. Eerst maar eens een publieksvraag. Wie van jullie denkt dat eigenlijk, dat lezen, verhalen, verbeelding zo gevaarlijk kan zijn dat ze maar beter beteugeld wordt? Helemaal niemand vindt dat hier. Nee, helemaal niemand. Iemand die aarzelt? Kijk, toch iemand die dat vindt. Nou, hij bevindt zich meteen in goed gezelschap, want dat was ook de visie van Plato. Jullie allicht bekende Griekse filosoof. Hij heeft geregeld over literatuur geschreven. In zijn meest uitgesproken passage hierover vindt hij eigenlijk dat schrijvers verbannen moeten worden uit de ideale staat. Heeft hij een boek over geschreven? Dat heet De Ideale Staat. Daar horen dichters, schrijvers volgens hem niet in thuis. Heeft hij verschillende redenen voor? De centrale is dat hij vindt dat schrijvers eigenlijk geen verstand hebben van de waarheid. Plato, filosoof, gaat ervan uit dat alleen filosofen eigenlijk verstand hebben van de waarheid. En dat als je naar literatoren luistert, dat je dan eigenlijk de deur openzet voor allerlei vormen van manipulatie tot en met onzin. En in die context geeft hij aan de manipulatie door in te werken op emoties, want dat is wat schrijvers doen, dat leidt eigenlijk af van de waarheid. En dat is heel erg gevaarlijk. En op die manier brengt hij iets in de westerse cultuur dat daar tot de dag van vandaag in zit. En dat noemen we censuur. Het is een discussie die niet alleen binnen de context van literatuur wordt gevoerd, maar net zo goed als het gaat over film. Na de Tweede Wereldoorlog had je een tijd over stripverhalen. Vandaag speelt het heel sterk rond games. Ja? Het ervaren van fictionele werelden door die media die ik net noemde, kan een impact hebben op hoe je voelt, hoe je denkt, maar misschien ook wel op hoe je je gedraagt. En dat is iets wat overheden, kerkelijke overheden, maar ook niet-kerkelijke overheden, vaak hebben willen beteugelen. In die context een hele lange censuurgeschiedenis, waar onder meer de katholieke kerk zich bijzonder actief in heeft getoond. Maar het bestaat in onze vandaag in hoge mate geseculariseerde cultuur nog altijd. Een relatief recent voorbeeld van een boek dat in de westerse cultuur heel veel ophef creëerde, is American Psycho van Bret Easton Ellis. Vooral in de Verenigde Staten worden er soms hele grote bedragen aan auteurs gegeven om een boek te schrijven. In het geval van Bret Easton Ellis had hij $300.000 gekregen van de uitgever om dit boek te schrijven. Nou, dat deed hij, ja, voor $300.000. En toen verschenen er links en rechts voorpublicaties. En daar werd uitermate geschokt op gereageerd. Ik spreek nu begin van de jaren 90. Er werd zodanig geschokt op gereageerd dat de uitgever het boek terugtrok. Dat voorschot waren ze kwijt. Die $300.000 die waren voor Bret Easton Ellis, want dat is niet terugvorderbaar. Ja? Om maar aan te geven, die uitgeverij was te geschokt door dat boek en wilde er verder zijn naam niet aan verbinden. Nou, was er een andere uitgeverij die dacht van goh, als dit boek zoveel commotie met zich brengt, dan is dat misschien wel een hele aantrekkelijke commerciële zet die we hier kunnen plegen. Dan brengen wij het uit. Wat zij deden, groot commercieel succes inderdaad, maar ook opnieuw een lawine aan kritiek. Onder meer, maar niet alleen, maar onder meer van feministische groeperingen die aangaven dat de manier waarop in American Psycho
geweld tegen vrouwen wordt niet alleen maar getoond, maar eigenlijk gevierd, dat dat niet kan. En vanuit die groeperingen werd er opgeroepen om de uitgeverij, waar American Psycho werd gepubliceerd, te boycotten. Structureel te boycotten, waardoor dus eigenlijk de winst die ze zouden kunnen maken door verkoop van dat boek teniet werd gedaan. Dus het geeft aan dat ook in onze cultuur vandaag mensen nog altijd kunnen geschokt zijn door fictionele werelden en in die context oproepen tot vormen van censuur. Of in het geval van Bret Easton Ellis ging het er niet zozeer om dat dat boek niet zou mogen verschijnen, want onder het First Amendment in de Verenigde Staten kan je eigenlijk boeken niet verbieden. Maar je kan dus wel via boycottacties proberen de producent daarvan alsnog op betere gedachten te brengen. Dat is dus een voorbeeld in de lange traditie in onze cultuur door Plato geïntroduceerd. Ja. Dus op de vraag, kan literatuur gevaarlijk zijn? Antwoord, die club, ja. Maar er is natuurlijk ook een andere club. Een club die het eigenlijk omdraait en die aangeeft dat het bestuderen van literatuur, dat je daar een beter mens van wordt. Ook dat is eigenlijk iets dat in de westerse cultuur een lange traditie heeft. En het is helemaal nog niet zo lang geleden dat zelfs in dit land literatuur een centrale plek had in elke vorm van onderwijs. Een Amerikaanse filosoof die dezelfde ideeën op heel vernuftige wijze heeft uitgewerkt de afgelopen decennia, is Martha Nussbaum. Ze heeft daar verschillende werken over geschreven. Het centrale werk in deze context is Love's Knowledge, deels vertaald in het boek Wat liefde weet, waarin ze aangeeft dat literatuur, lezen, ervoor zorgt dat je eigenlijk op een betere, want gelaagdere, genuanceerdere manier naar de realiteit gaat kijken. Allerlei wijsheden die, als je zo verteld worden, eigenlijk gewoon klinken zoals een tegeltje. Als ik zou zeggen, liefde is leren loslaten. Ja, precies, dan gaan jullie kniffelen en denken, ja, dat zal wel. Maar dan lees je een verhaal, in deze context analyseert zij een verhaal van de Amerikaanse schrijfster Mbiti, waarin zij aangeeft hoe je door die plot te volgen en de emotionele ontwikkeling van dat personage inderdaad leert dat liefde loslaten is, maar dat leer je dus op een veel diepgaandere manier, net omdat je je identificeert met die personages en met die personages meevoelt. En op die manier ben je dan een beter mens. Je bent misschien, als je op een betere manier omgaat met de liefde, ben je misschien moreel wel een beter mens, maar het geldt volgens haar ook in veel algemenere gevallen. Literatuur leert je om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Hoe kijken wij gemiddeld naar de werkelijkheid? Vanuit onze eigen ideeën, ervaringen en obsessies. In fictionele werelden zie je dat er ook andere manieren van in het leven staan zijn die misschien even legitiem zijn als die van jou, alleen had je die niet zelf bedacht, laat staan zelf beleefd. Maar door even mee te gaan in die fictionele wereld, beleef je die toch. En in die context, zo stelt Nussbaum en anderen met haar, word je dus door het lezen van literatuur een beter mens. Hebben we een ja-kamp en een nee-kamp? Aan het begin was er één aanhanger van het ja-kamp. Als we de stemming nu overdoen, wie denkt dat Plato en alle volgelingen tot en met de tegenstanders van American Psycho eigenlijk best wel een punt hadden en dat literatuur inderdaad gevaarlijk kan zijn? Nog altijd onze eenling. En verder is eigenlijk niemand van idee. Hier vooraan nog iemand? Ja, het kan wel. Ja. Het probleem met beide stellingen is eigenlijk dat ze nooit echt empirisch bewezen zijn. Ze zijn theoretisch onderbouwd, er zijn goede argumenten voor bedacht, maar ze zijn nooit echt empirisch bewezen. Dat is ook bijzonder moeilijk om dat empirisch te bewijzen natuurlijk, want dat zou echt betekenen dat je met grote controlegroepen gaat werken en dan hoop dat mensen die gruwelijke boeken gelezen hebben nadien ook echt wangedrag gaan vertonen, dat je ook echt kan meten, waarna je kan zeggen van ja, je wordt echt slechter van het lezen van boeken. Dat is eigenlijk vooralsnog niet gebeurd. In de 19e eeuw had je romancycli van Balzac, waarin de hele Franse samenleving in zijn complexe gelaagdheid aan de lezer werd gedemonstreerd. Dat hebben we vandaag nog.
Vandaag doen we dat zelden nog in romans, maar daarvoor hebben we televisiedrama. En ik denk het allerbeste voorbeeld in die context is de Amerikaanse televisiereeks The Wire. In deze context vertel ik er graag bij dat ik in de 21ste eeuw nog geen groter kunstwerk heb aanschouwd of gelezen dan The Wire. The Wire is een Amerikaanse reeks. Op het eerste gezicht denk je, nog eens een reeks waarin politieagenten drugdealers achter de broek zitten. Nou, dat is ook zo. En vooral het eerste seizoen focust daarop. Er zijn in totaal 5 seizoenen. En in elk seizoen komt er een laag uit de samenleving bij. Altijd binnen de context van die drughandel. Dus het eerste seizoen focust heel sterk op de manier waarop de politie probeert door allerlei manieren van het aftappen van telefoons die drugdealers officieel te kunnen beschuldigen en in de gevangenis te krijgen. Ja, tot zover is het eigenlijk een heel klassiek verhaal. In het tweede seizoen leren we hoe de plaatselijke vakbond in de haven helemaal verweven is geraakt met die drughandel. Omdat ze geld nodig hebben om politici om te kopen om hun haven te laten bestaan. Dus hun is het eigenlijk enkel om hun eigen werkzekerheid te doen, maar in de context van globalisering, waarin dat soort havenarbeid helemaal niet meer vanzelfsprekend is, zie je dus eigenlijk hoe ook organisaties die je niet automatisch met drughandel associeert, daarmee verweven zijn geraakt. In het derde seizoen gaat het over de politiek, gaat het over de race om burgemeester van de stad Baltimore te worden. En zie je dus hoe ook politici die vol goede bedoelingen en verse idealen aan die race beginnen, helemaal in dat systeem worden ingetrokken. Het vierde seizoen gaat over de jongetjes die op alle hoeken van de Baltimoorse verloederde wijken die drugs verkopen en hoe ze in het onderwijs van Baltimore proberen om die, meestal jongens, soms ook meisjes, een beter leven te geven. Dus dan hadden we al de drughandel, politie die trachten bestrijden, de politiek, arbeiders in de buurt, jongetjes die het doen. En in het vijfde seizoen komt er dan een heel belangrijke laag bij, met name de media. Gaat het over ontwikkelingen bij de lokale krant, die stilaan failliet gaat en die steeds minder journalisten kan betalen, en de journalisten die er nog zijn, die op zoek gaan naar de grote verhalen in de stad. En wat je dan leert, is dat die journalisten de hele tijd heel erg hun best doen en dat zij grote verhalen presenteren over hoe het er in Baltimore volgens hun aan toe gaat. Maar de echt grote verhalen van Baltimore, de echt belangrijke dingen, die zien zij eigenlijk niet, die zien wij als kijker wel. En zo leer je dus hoe beperkt eigenlijk ons beeld is dat we van de maatschappij krijgen via de media. En je ziet ook hoe in de laatkapitalistische samenleving van vandaag de bovenwereld en de onderwereld helemaal met elkaar vergroeid zijn. Als ik dat nu zo vertel, dan denk je misschien van nou, zal wel. Maar ik garandeer je, als je ernaar kijkt, ga je anders naar de werkelijkheid kijken. En dat is een ongekende kracht die literatuur heeft. Ook in de context, zoals ik dat hier vertel, waarin het verfilmde literatuur betreft. Belangrijke manier waarop literatuur functioneert, maar er zijn natuurlijk ook hele andere, veel intiemere manieren waarop literatuur functioneert. En daarover gaat het in de volgende blokjes, die gaan over poëzie.